Dit boek, gevormd of vervormd van Jan Brands. Ga je gang. Doordat leren en leven voor mij bij elkaar horen, kan het initiële leren misschien wel veel korter worden. Wat ik in het hoofdstuk betoog is dat alles wat met kennen te maken heeft eigenlijk een ingewikkeldere vorm van kunnen is. Wat ik heel mooi vind aan het idee van Jan Brands is dat hij heel erg inzet op leven lang leren. En op leren voor alle kinderen op eigen manier. Wat we echt goed kunnen, omdat we het kennen losgetrokken hebben van het normale kunnen, is proefwerken maken. We denken de docenten doen het lesgeven en de leerlingen doen het leren. Wat mij betreft helemaal verkeerd. Wat mij betreft heeft het werkwoord onderwijzen alleen maar een meervoudsvorm. Wij kunnen ons onderwijzen. Wat we doen met de wil in het onderwijs is dat we negeren. Willen werken anders. Willen zijn een heel ander type van menselijk zijn dan cognitie. Het systeem waarin je wacht tot je een diploma hebt, daar zie ik het nu niet zo van in. Leeropbrengsten zijn eigenlijk zaken die je krijgt door flink onderuit te gaan. Ik heb zelf ervaren door grote fouten te maken en dan gelukkig mensen te hebben die je opvangen, leer je nog dieper. Als je leerdoelen gaat plannen en gaat proberen te realiseren, dan streef je de leeropbrengsten uiteindelijk voorbij. Wat ik echt mee naar huis neem is dat we het hele onderwijssysteem moeten veranderen om te gaan nadenken over hoe kunnen we nou iemand leren gaan en staan. Als je levenslang leren serieus neemt, moet je het initiële onderwijs korter maken. Dat kan best stoppen met 14. En dan is alles daarna post-initieel. En dat maak ik duaal. Maak een applaus voor Jan Brandsen. Dankjewel.